Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Relocation Company. Work Visa, Housing, Payrolling, 30% Tax Rule, Bank Account, BSN Number, Health Insurance and Education. Welkom bij de herendubbel tussen Van Zundert Velo en Content Almere. Een echte topper hier in de Carlton Eredivisie. Voor de ene wat belangrijker wellicht dan de andere. Want het lijkt erop dat Almere zich als koploper in Pool B gaat plaatsen voor de volgende fase. En voor Van Zundert Velo, die zijn helemaal nog niet zeker om de play-offs dan wel te halen. En het is nog zeker nog niet beslist in welke positie ze gaan eindigen in Pool A. Ja, een nieuwe opzet natuurlijk van de Eredivisie. En het is nog maar even afwachten op welke plek Van Zundert Velo terecht gaat komen. Nou, hier zijn we bij de herendubbel tussen aan de kant van Zundert Velo, Jim Middelburg en Alex Vlaar. En u ziet het hier op de rug van Content Almere, Erik Pang en Dave Codebux. En het begin van de wedstrijd een aantal foutjes van deze Dave. Een aantal keer slordig naast de baan. Ja, dat maakte het af en toe jammer voor Almere. Die heel goed kunnen badmintonnen. Zeker ook met Erik Pang natuurlijk, waar dit seizoen nog steeds veel van verwacht wordt. En dat maakt tot nu toe het ook wel waar hoor. Dat hebben we vorige week nog gezien bijvoorbeeld. Fantastische partij speelde hij daar. En hier maakt hij een slordig foutje. En kijk dan naar de voorsprong van Zundert Velo zeg. 19 tegen 10. En dat is toch niet wat we verwachten van Content Almere. Hier wordt het zelfs 20 tegen 10. En zo is het gelijk al gamepunt voor Van Zundert Velo. En deze gaat uit. En zo gaat de eerste game zeer gemakkelijk naar Jim Middelburg en Alex Vlaar. Ja, Jim Middelburg niet meer ongeslagen. Hij verloor een paar weken terug van Amersfoort. Tegen Vincent de Vries en Koen Ridder was dat. En ook Alex Vlaar is nog steeds goed bezig. Hij verloor ook alleen die wedstrijd samen met Jim Middelburg. En de rest allemaal gewonnen. En de blonde man, dat is Jim Middelburg. Die nu aan het slaan is. En nu bij het net staat. En deze shuttle niet kan opvangen. Ja, staat hoog op de ranking van de herendubbel. Op plek nummer 5. En pakt de punten zo heel mooi bij elkaar. Oh, en daar, ik weet niet of u het zag. Dave Codebux die de shuttle daar door zijn benen liet gaan. Maar ja, zijn racket stond er ook nog. Dus het punt ging door. Dat zijn hele mooie punten die dan gescoord kunnen worden. En zo gaat Almere in deze tweede game aan de leiding. En ze zetten dat voort. En dat is leuk voor de wedstrijd, want als het zo zou eindigen als de eerste game, dan zijn we heel snel klaar. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. En we dagen de mannen elkaar uit. Maar sleept Almere opnieuw een punt in de wacht. En ja, toch een beetje een teleurstelling op het gezicht te zien van Jim Middelburg. En terecht, want het loopt niet zoals in de eerste game. En de punten worden echt wel bij elkaar gesprokkeld. Maar niet voldoende om ook echt een vuist te maken. Zo komt hier Velo op 15 tegen 20. Maar nog wel in het voordeel van Content Almere. En zo is het gamepunt. En die wordt hier vrij eenvoudig verzilverd. Op het lichaam geslagen van Jim Middelburg. En zo pakt Almere de tweede game. En zo gaan we een zeer spannende derde game krijgen. Want je ziet aan de lengte van het filmpje, het gaat nog wel even duren.
Ik kan niet beloven dat het een spektakel wordt. En hier in het Dave Codebux. Weer achter het lichaam gespeeld. Ik zei het net al, door de benen. Dat is mooi. Maar dit was ook nog eens zeer functioneel. En Dave begint in topvorm te komen. En kijk eens, dit punt komt mede door hem. Uiteraard, als je maar met z'n vieren in de baan staat, dan ben je snel verantwoordelijk voor een punt. Dat is logisch. Maar dit was goed gespeeld van hem. En kijk, het gaat door. Het tempo gaat omhoog. Hier in de Velohal in Wateringen. Ja, en Content Almere is nog steeds ongeslagen. In de hele competitie. Kijk wat de punten hier ondertussen uitkomen, zeg. De vloer wordt automatisch even gedweld als ze dan, als ze erbij moeten komen. Maar het lukte wel. En zo gaan ze gelijk op. Hier is het 11 tegen 11. Ja, als je dit dan zo ziet, dan... kijk, het wordt steeds fanatieker. Ze beginnen elkaar ook steeds meer in de weg te lopen hier... Middelburg en Vlaar. Maar kijk het tempo, zeg. En deze gaat uit. En dit hebben wij niet kunnen zien in de eerste game. En ook zeker niet in de tweede game. Want zoals gezegd, het is een echte topper. Tussen twee ploegen die... nou echt wel minimaal de halve finale kunnen halen. En hier... Alex Vlaar... op de grond. En helaas kon hij het punt niet verzilveren. En dan moet hij even voorzichtig. En zo is het hier. 16 tegen 17. In het voordeel van Content Almere. En wat wordt er aanvallend gespeeld. Wat heerlijk om te zien. Constant smashes. Constant... de ruimte zoeken binnen de lijnen. In plaats van tegenhouden. Jammer dat hier Jim Middelburg een fout maakt. Echt een slordigheidje. In deze fase van de wedstrijd. Want zo laat hij Almere alleen maar uitlopen. Hier op het gezin geslagen. Het is een soort The Matrix. Daarvan Dave Codebux. Maar ik dacht dat dat in de film toch iets beter ging. Vlogen de kogels langs zijn hoofd. Maar Dave kan het dan beter bij badminton houden. De Matrix is niks voor hem. En zo is het weer 19 tegen 19. En ook hier gaat Erik Pang even door de knieën. Slaat even op de vloer. Kijk, hij heeft het zwaar hoor. Wordt daar ook even opgepept. En terecht, want het is matchpoint voor Van Zundert Velo. 20 tegen 19. En gaat het duo Middelburg en Vlaar... ja, misschien wel winnen. En het zou best opvallend zijn. Want met Erik Pang hebben ze toch een goede tegenstander. De rollen worden heel snel omgedraaid. Want hier was het matchpoint voor Almere. Maar dat draait Alex Vlaar terug. En zo is het 21 tegen 21. Wie trekt er aan het langste eind? Is het Velo of Almere? En de heren doen er alles aan hoor. En daar een fantastische smash van Jim Middelburg. En kijk die ontlading. Maar hij heeft nog één punt nodig. Gaat het Van Zundert Velo lukken? En dat is het. En kijk die ontlading zeg. Wat een wedstrijd. En wat zijn ze blij. Wat een sensatie hier in Wateringen. En wat een mooi begin van deze wedstrijd. En zo wint Van Zundert Velo. Met Jim Middelburg en Alex Vlaar. In 3 games van Content Almere van Erik Pang en Dave Codebux.